Goed nieuws uit Arnhem. De gemeente Arnhem en Real Work BV zijn een overeenkomst aangegaan die uiteindelijk 200 uitkeringsrechters in Arnhem aan betaald werk moet helpen. Het gaat om productiewerk en inpakwerkzaamheden die voorheen bijvoorbeeld in China werden uitgevoerd. Per 1 november dit jaar wordt gestart met 60 uitkeringsgerechtigden die hun werkzaamheden uitvoeren in een productiehal van Presikhaafbedrijven aan de Simon Stevenweg. Mooi nieuws. Deze coalitie heeft natuurlijk bij het begin al gezegd, een van onze belangrijkste doelstellingen is om te zorgen dat mensen die in de bijstand zitten, maar die wel kunnen werken en willen werken, dat we die ook weer aan het werk krijgen en dat die ook aan goed werk komen. En de overeenkomst die we nu gesloten hebben, ja, dat betekent dat er op korte termijn 60 mensen die nu nog in de uitkering zitten aan het werk gaan met een echt arbeidscontract. En dat worden er in de loop van volgend jaar 200. Dus geweldig nieuws. Het past geheel in de ambitie van dit college om mensen naar betaald werk te krijgen. En het is natuurlijk een opsteker in het kader van het Arnhemse 1100 banenplan. Ja, dat is dus precies waar dat plan voor bedoeld is. We hebben gezegd, wij willen het 1100 beter doen dan de landelijke gemiddelde ontwikkeling. En dan is zo'n stap, dat je binnen een jaar 200 mensen aan het werk krijgt, is natuurlijk een geweldige stap. Veel bedrijven verplaatsten in de jaren 80 hun productieactiviteiten naar het buitenland, waaronder China en het voormalig Oostblok. Vanwege toegenomen kostenstijgingen op het gebied van lonen en transport kiezen steeds meer bedrijven ervoor om de productiewerkzaamheden weer naar Nederland te halen. Real Work BV is een van die bedrijven die inspringt op deze trend. Real Work is begonnen als een reïntegratiebedrijf met een hele interessante formule, een soort no cure no pay formule. De gemeentes betalen een bepaald bedrag om mensen te laten reïntegreren. En als het niet lukt, dan krijgen die gemeentes hun geld terug. En tot nu toe heeft het bedrijf nog nooit terug hoeven te betalen. Dus ze doen het heel erg goed. En ze hebben vanuit dat werk contact gekregen met een paar grote bedrijven. Die zeggen, joh, wij laten nu heel veel productie in het Verre Oosten doen. Maar we zien dat dat toch minder aantrekkelijk wordt. Zouden jullie ons kunnen helpen om dat weer in Nederland te doen? En dat heet dan met een mooi woord reshoring. Daar hadden ze al contracten voor gesloten en ze hebben ongeveer voor 600 mensen voor de komende 5 jaar werk. Dus het is eigenlijk de omgekeerde situatie die je normaal hebt. Het werk is er al en ze zoeken nu mensen om dat werk uit te laten voeren. Daar zijn ze mee begonnen een paar maanden geleden in Almelo. En wij zijn de tweede gemeente waar ze een afspraak mee maken om hier productiewerk te laten doen. Real Work biedt mensen een dienstverband aan van tenminste 1 jaar, waarmee ze uit hun uitkering komen. Real Work heeft de intentie om samenwerkingsverbanden met bedrijven in de regio aan te gaan om doorstroom naar ander regulier werk mede te realiseren. De winst van de samenwerking is om mensen structureel aan het werk te houden. Nijmegen gaat voor de titel Groenste en Duurzaamste Stad van Europa, oftewel de Green Capital Award. Burgemeester Hubert Bruls en wethouder Jan van der Meer denken dat Nijmegen zich geweldig kan profileren met haar milieubeleid. Daarbij denken ze nadrukkelijk aan de aanleg van de Nevengeul in de Waal bij Lent. Dat is landelijk het grootste project in het kader Ruimte voor de Rivier. Alexander Tsigirinski is de nieuwe eigenaar van Vitesse en nam dinsdag alle aandelen van de Arnhemse club over van Meerab Jordania. Onder Jordania stelde Vitesse zich ten doel om snel weer een rol van betekenis te spelen in de eredivisie. En onder de huidige coach Peter Bos draait Vitesse wederom bovenin mee. Van Alexander Tsigirinski was al eerder bekend dat hij in werkelijkheid de grote financier was van Jordania, die de afgelopen jaren zo'n 100 miljoen euro in deze club stak. Ook in Arnhem moet de gemeenteraad besluiten de koopzondagen vrij te geven. Dat vindt de fractieleider Hans Giesing van D66. Volgens hem kan Arnhem niet anders dan Nijmegen volgen. Ook de meeste woonboulevards in de omgeving zijn inmiddels elke zondag open. Nu hangt al de binnenstad vol met posters van IKEA met 7 dagen per week open. En er komt dan ook nog Nijmegen bij. Als Arnhem niets doet, dan gaan de mensen op zondag gewoon naar Nijmegen, zo vreest D66. En een vrouw uit Lingewaard moet 33.000 euro aan onterecht ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen. Daarnaast krijgt ze mogelijk een boete van hetzelfde bedrag, omdat ze niet meldde dat ze al ruim 1,5 jaar samenwoonde. Volgens de gemeente Lingewaard stond de man die bij haar inwoonde bewust niet bij haar ingeschreven, maar bij zijn ouders, waardoor de vrouw uit Lingewaard een uitkering voor een alleenstaande ontving. Woensdagmiddag verzorgde de stadsregio Arnhem-Nijmegen in samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een bijzondere beurs in de faculteit van deze school. De aanleiding voor deze beurs is het Groene Akkoord, welke op 26 april dit jaar is ondertekend door de gemeente in de stadsregio en een groep corporaties en marktpartijen.
Duurzame dynamiek in de regio dus. Ja, wij blijken het toch wel goed te doen. We zijn er steeds voorloper. Daar moet je stevig op investeren. Ik vind dat we hier nog steeds een heel goed huis hebben staan in die vorm. We werken intensief samen met de gemeenten, met de corporaties, met de bouwbedrijven. En we inspireren elkaar. We nemen elkaar mee. En dat betekent dat we in deze regio het gewoon goed doen. De ontwikkelingen gaan goed. Maar als je het afzet bijvoorbeeld tegen wat er in Frankfurt blijkbaar op dit moment gebeurt, nou, dan kom je tot de conclusie dat we nog heel veel te doen hebben. Ja, je komt het eigenlijk er niet meer onderuit. Je kunt zo het gemeentehuis inlopen en de eerste beste ambtenaar vragen. Die zeggen, ja, duurzaam. Ja, natuurlijk moeten wij duurzaam doen. En natuurlijk moeten wij iets milieu doen. Maar ja, hoe weten ze dat nog niet? Maar volgens mij is de markt gewoon vrij en klaar. En die zegt, nou, wij zorgen ervoor. We doen die investering. We weten hoe we het terug kunnen verdienen. En dat heb je vandaag ook gezien. Een energieafrekening, gewoon in de huur van 8 euro per maand voor een appartement. Ja, dat is zo goedkoop. Ja, dan heb je daar, als je dat normaal rekent, dan is dat tussen de 80 en de 100 euro ja, per maand. Nou, ja, dan komt extra boven je huur op. Ja, dan wil toch iedereen daar wonen? Het event was bedoeld voor bestuurders en medewerkers van de lokale overheid, maar ook particuliere architecten. En uiteraard studenten namen deel aan dit event. Vrijwel alle aanwezigen hebben iets met duurzaam bouwen en de kwaliteit van wonen. De beurs vond plaats in de faculteit Techniek van de Han in Arnhem. En alle facetten van energie-neutraal bouwen kwamen aan bod. Ik word vandaag eigenlijk weer verrast door alle presentaties, alle bijdragen van hoe snel de markt het opgepakt heeft. Hoe groot de stappen zijn. Misschien kun je nog herinneren dat we een jaar geleden het hadden over sprongen of stapjes. Hè. Kwamen we tot een heenstapsprong. En inmiddels kom ik echt tot de conclusie dat we het moeten hebben en kunnen hebben van grote stappen. Het grote verschil met nog maar een paar jaar geleden is dat het 4 jaar geleden nog wel een imago had van geitenwolle sokken. Het was idealisme gestuurd. Maar we slagen er steeds beter in om met elkaar gewoon ook echt de financiële vertaling te maken. En we kunnen steeds beter aantonen naar iedereen dat het ook financieel aantrekkelijk is. En tenslotte blijkt dat dan toch de belangrijkste drijfveer te zijn. De discussie over het verlagen van woonlast is bijzonder actueel. Een van de grote lastenverzwaarders zijn de energiekosten die de laatste jaren enorm gestegen zijn. De focus moet dus worden verlegd van nieuwbouw naar bestaande woningvoorraad en natuurlijk gebouwen, want daar valt veel winst te behalen in energiezuinig verbruik. Ik denk dat in ons geval wat nog belangrijk is, dat wij de woonconsument nog meenemen. Wij richten ons op dit moment nog heel erg op de corporaties, de bouwers, de gemeenten. Maar we moeten nu nog de slag maken naar hoe we de echte consument in de breedte mee kunnen nemen in dit verhaal. Want ook de consument kijkt natuurlijk nog wel heel erg beperkt en kijkt nog te veel naar wat is mijn hypotheek. Hij zou eigenlijk moeten kijken naar wat zijn mijn woonlasten in zijn totaliteit en wat kan ik daar zelf aan bijdragen. Workshops, presentaties en veel professionals uit binnen- en buitenland lieten zien dat energie-neutraal bouwen gemakkelijk en betaalbaar kan. Het tweede deel van deze trilogie Energie-neutraal bouwen is een busexcursie op 13 november naar passief huisprojecten in Duitsland. En het laatste deel zal plaatsvinden op 27 november met een debat in het bezoekerscentrum Sonsbeek in Arnhem.